Hallo, leuk dat je kijkt naar deze Tech Talk. In deze video geef ik uitleg over de putoline N-Tech additieve technologie. Wat maakt dat deze technologie zo buitengewoon is en in welke gebieden blinkt het nou echt uit? Blijf kijken voor het antwoord, geef alvast een duimpje omhoog en abonneer je op ons kanaal voor meer video's. In onze Tech Talks geef ik uitleg over diverse putoline-ooiproducten en gaan we in op vragen van onze volgers. In deze Tech Talk gaan we het hebben over de putoline oil N-Tech additieve technologie. Deze technologie staat vanaf heden voor de hoogste kwaliteit die putoline oil biedt in de range van viertakt motorfiets motoroliën. In dit assortiment zitten de volledige volsynthetische topproducten N-Tech Pro R Plus en N-Tech Pro R Plus Offroad. En als overtreffende trap de N-Tech SPR Plus. Deze productengroepen voldoen aan en overtreffen de nieuwste API SN en JASO MA2 T903 2016 specificaties. Dit lijkt gedateerd, maar dit is toch echt de meest recente specificatie. Maar wat maakt de N-Tech additieve technologie nou de beste in zijn klasse? Als eerste is dat de basisolie. De fundering van de N-Tech productenlijn is een nieuwe API groep 5 volsynthetische basisolie, een zogenaamd OSP product. Wat staat voor Oil Soluble Polyalkylene. Deze superieure basisoliekwaliteit, die nog niet eerder bij motorfiets motorolie werd gebruikt, is door putoline geschikt gemaakt als basis voor een nieuwe motorfietsolie. De combinatie van speciaal geselecteerde high performance additieven en deze volsynthetische basisoliecomponenten maakt onze N-Tech producten met recht onovertroffen. Wat zijn nu die speciale kenmerken van de productrange met de N-Tech additieve technologie? Allereerst een extreem goede corrosiebescherming. Zure, schadelijke verbrandingsresten worden effectief geneutraliseerd tijdens de levensduur van het smeermiddel. Lage materialen worden daardoor niet aangetast. Het is uiterst geschikt voor pakkingen en rubberen seals. Hierdoor is er minder kans op lekkage. Het is bruikbaar over een breed temperatuurgebied door de hoge viscositeitsindex. Denk bijvoorbeeld aan de extreme temperaturen tijdens de Dakar Rally. We spraken Bart van der Velde van het Bas World KTM Racing Team onder andere hierover. Benieuwd naar wat hij hiervan vindt? Bekijk het hele interview via de link in de beschrijving. Verder boekt de N-Tech additieve technologie vermogenswinst over het gehele toerenbereik door de optimale lage frictie-eigenschappen. De reinigende eigenschappen van de N-Tech additieve technologie zijn enorm over de hele levensduur. Maximale compressie en dus prestaties blijven dan ook gegarandeerd. En als laatst bezit het perfecte lage temperatuur-eigenschappen. Die zorgen voor een snelle start bij lage buitentemperaturen en bieden direct goede slijtagebescherming bij iedere start. De mechanische betrouwbaarheid wordt door alle genoemde positieve eigenschappen duidelijk verhoogd. Dat zorgt voor een toename van de levensduur van de motor en een daling van de onderhoudskosten. We gaan nog even in op twee onderwerpen waar juist de nieuwste N-Tech additieve technologie in uitblinkt. Deposit control en reinigende eigenschappen. We weten dat er door hoge thermische belasting in een motor hydrocarbon oxidatieresten kunnen ontstaan, zogenaamde deposits. Deze deposits kunnen zich afzetten met als gevolg dat de motor inwendig vuil wordt. De zuigerveren kunnen dan vast komen te zitten. Dit ongewenste effect veroorzaakt motorolieverbruik, compressieverlies en dus vermogensverlies op de langere termijn. Ook kunnen deposits voor ongecontroleerde verbranding zorgen, oftewel detoneren met motorschade tot gevolg. De unieke N-Tech additieve technologie voorkomt dit in grote mate. De gehele motor blijft inwendig schoon, wat zorgt voor een extra langdurig
hoog prestatieniveau en een laag motorolieverbruik. De zuigers en zuigerveren blijven ook bij de huidige, langere verversingstermijnen zeer schoon met alle positieve gevolgen van dien. De reinigende eigenschappen van Entec-technologie zijn ongekend. Dit blijkt uit diverse intensieve motortesten, zowel uitgevoerd in het laboratorium als in de praktijk door raceteams, waaronder Tenkate Racing, Busworld KTM Racing Team en Gerben van Veenrooy Yamaha. De resultaten laten allemaal zien dat ook motorsludge effectief wordt voorkomen. Blow-by gassen worden tot een minimum beperkt, waardoor de motoroliekwaliteit over de gehele levensduur hoog blijft. De mix van additieven kan langduriger zijn werk blijven doen. Bovendien is de Entec additieventechnologie zeer polair. Dat wil zeggen dat de motorolie een hoge kleefkracht heeft. Deze uitstekende kleefkracht, met andere woorden de hechting op metalen, maakt een zeer sterke en stabiele smeerfilmopbouw mogelijk. Wat gezien de hoge specifieke litervermogens van de huidige motorfietsmotoren noodzakelijk is. Het eindresultaat is zeer weinig startslijtage. Ook bij zeer hoge toerentallen. Een welkome eigenschap in een hoogbelaste motor en transmissie. Waardoor onder andere nokkenasslijtage, lager slijtage, tandwielslijtage en pitting effectief wordt tegengegaan. Wat ook nog goed is om te weten, is dat we de Entec-technologie niet alleen toepassen voor onze topproducten, maar ook toepassen in ons bestaande assortiment van producten. Waaronder de semi-synthetische Sport 4R en het Formula V-Twin assortiment. Vond je deze Tech Talk nuttig? Laat dan een like achter en abonneer je op dit kanaal voor meer video's. Mocht je nog vragen hebben over de Putulina Oil Entec additieve technologie of andere Putulina producten, laat het dan weten in de comments. Bedankt voor het kijken en tot de volgende Tech Talk.